Nijina ontvluchtte met haar familie Tajikistan, een Aziatische Islamitische Republiek die vroeger tot de Sovjet-Unie behoorde, en woonde enkele jaren in Duitsland in een appartement in het Berlijnse district Tempelhof. De 45-jarige Nijina had tien kinderen, van wie er vijf thuis woonden en vijf een eigen appartement hadden. Op 29 juni waren de vijf uitwonende kinderen op bezoek. In de nacht van zaterdag op zondag zou Nijina door haar echtgenoot voor de ogen van hun kinderen zijn doodgeslagen. De politie werd rond drie uur ochtends naar het appartementencomplex aan de parkstrasse geroepen. Agenten constateerden dat Nijina ernstige verwondingen aan het hoofd had en dat ze het slachtoffer was van een geweldsmisdrijf. De echtgenoot werd gearresteerd en voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Hulpdiensten hebben zich ontfermd over de tien kinderen, tussen 1 en 24 jaar oud, en hebben hen en twee huisdieren elders ondergebracht. Nijina is niet de echte naam van de vrouw. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraak op YouTube.